niet te geloven, toch? Is dat niet te geloven? Moet je kijken, moet je kijken. Hier. Koffieapparaat, ja? Gaan 1000 kopjes koffie uit. Alweer bijna leeg, maar goed. Omdat het gratis is. Zet ik aan het begin van de week, zet ik 4000 van die bekertjes hier neer. Ja? Die zijn dinsdag allemaal pleit. Ik heb al zo vaak tegen die mensen gezegd, mensen, luister nou. Ben je nou een beetje zuinig met die bekertjes, hè? Beter milieu begint om 10:30. Maar ze luisteren niet naar me. Ik voel me net koffie anon. En dat komt omdat ik een melkbaan ben. Al die bedrijven hier bezig met betere wereld. Maar een Nederlander met een melkbaan, die zien ze niet staan. En het is mijn laatste werkring. Want doorstromen vanuit een melkbaan naar gewoon betaald werk, dan moet je Karel Kras heten. Dat is een kans van 1 op een miljoen. Goedemorgen. Dan wou ik eens even vragen. Hallo? Hallo? Dan wou ik eens even vragen. Hoeveel bekertjes gaan er hier door per dag? Ik zit op 4000 bekertjes per week voor deze verdieping. Ja? 90.000 bekertjes per kwartaal. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat gaat straks van mijn uitkering af. Hoeveel bekertjes gaan er nou door hier per dag? Dat is toch geen stijl, dat is toch geen solidariteit? Wel geïnteresseerd de hele dag in de krant zitten lezen hoe het gaat met Duisenberg en Wolfersbergen, hè? Of die allemaal op dat versierde stoel komen te zitten, door de vriendjes geregeld. Maar of een anonieme werkloze een beetje lekker werkt, dat interesseert ze geen fuck. Nee joh, draai die bekertjes maar door, kan je hard schelen. Solidariteit is er toch nooit geweest? Het nooit bestaan, solidariteit. Lenin had al een bankrekening in Zwitserland, mevrouw. En ga jij maar door. Hier, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. 3 bekertjes. Prullenmand, hier. Weer 2 bekertjes. Die kijk even omwassen, die bekertjes. Ik tik hem straks met die bekertjes. Ik ben de lul met die bekertjes. Krijg nou de flinke tering. Ja, mag ik nou eens even weten? Hoeveel bekertjes gebruik je nou op een doordeweekse dag? Dag, maar, zo, hoe? Sorry, hoeveel, maar, hoeveel? Wat gaat jou dat aan? Ik ben verantwoordelijk voor het hele bekertjesplaatje, ja? Doe je dat altijd zo, met 4 bekertjes over elkaar? Altijd, gewoon zo, hup, 4. Soms wel eens 5. 5, ja, ja, 5. Waarom? Waarom? Omdat die koffie te heet is, Kans. Die kan ik niet beetpakken in een enkel bekertje. Dan doe je die andere 4 bekertjes toch terug? Die zijn toch schoon? Die zijn toch ongebruikt? Dat is nog een mentaliteit. Oh ja, lekker fris. Ja, hoezo? Maar ik beroer toch bij elke slok alle 4 de bekertjes. Kijk dan. Ja, omdat je een grote bek hebt. Die 4 keer toch bewaren. En de nieuwe bekertjes doe je dat toch in die 4 doen. Er is een lading, 4 bekertjes, 5 bekertjes. Gaat 5 bekertjes door. Ah, ja, ja. Moet je nou eens even luisteren, Kans. Ik draai hier een omzet, hè, van 18 miljoen per maand. Ik betaal 6000 gulden servicekosten. Dan ga ik me toch niet bezighouden met kartonnen bekertjes, hè? Ja, en ik werk 12 uur per dag voor de mentaliteit, zeg. Jongen. Melkertjes worden met de dag brutaler, zeg. Een pond zout in al die koffieautomaten en heel alles staan. Wat maar weer. Huismeester, SVP in tuin van Koten en de Bieplaats. Ja hoor, ja, ja. Dat is de melkbaan, hè. Je bent te groot voor servet, te klein voor tafellaken. Je bent een doekie voor bloeden. Dat zeg ik toch.